Dennis, tweede week, laatste keer vervanger zijn van Evert Winkelmans. Zitten wij nu in elkaars bubbel? Ik weet het niet eigenlijk. Ik weet niet of we deel uitmaken van die 5 of van die 10. Mag je de blokker een uitleg? Ik snap er nog altijd eigenlijk geen hol van. We zijn zoveel uur later. Ik begrijp het niet. We hebben wel veilige afstand. Maar ik stel je voor dat we toch samen in de bubbel gaan. Dan kan ik morgen mee vrijdag komen vieren. Ja, dat is goed. Voilà, dan spreken we dan af. We hebben trouwens klacht gekregen. Didiwa zegt dat wij onszelf moeten voorstellen bij een podcast. Dus ik ben Sam Kerkhoffs, dit is Dennis Zuid. En we bellen vandaag met... Mark de Grijze, the one and only. Friends of Sports. Mark, welkom in Meet. Dank u. Bedankt dat we u even mochten skypen. Gezien de nieuwe maatregelen, leek ons dat ook beter dan in de studio. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Wordt er dit weekend gevoetbald, denk je? Ja, dat is een hele goede vraag. En, het ziet er niet goed uit. In die zin, ze hebben beslist van in Antwerpen dat ze daar niet veel meer mogen doen. Dus dat zou kunnen een probleem geven voor Antwerpen om of ze nog mogen trainen. Maar goed, ik denk dat daar nu nog wel een oplossing valt voor te vinden. Buiten Antwerpen gaan trainen, of buiten de provincie misschien. En datzelfde geldt voor Beerschot, die zondag naar Leuven moet. Ik denk dat alle ploegen die wedstrijden wel willen spelen. Dus, en dat ze daar die maatregelen wel kunnen omzeilen. Dus ik denk dit weekend wel. Als je me vraagt voor volgend weekend, de competitiestart, daar moeten ze toch nog veel meer hordes pakken en liggen er nog veel meer problemen op tafel dan voor dit weekend, lijkt me. Ja, wat is het verschil met het buitenland eigenlijk? Waarom zou het in België niet lukken en in het buitenland wel? Is dat puur het aantal testen? Ja, wel, omdat we nu toch weer in een slechte periode zitten. Hè. We zijn niet veel beter af als toen in maart dat de competitie eigenlijk werd stilgelegd. Toen was het ook in een eerste golf. Ik denk dat we nu gewoon in hetzelfde scenario zitten. Dat de besmettingen te snel opvolgen, waardoor dat het risico op de ziekte groter wordt. Los van de corona hebben we... De andere landen hebben niet de problemen die wij ook nog hebben met de algemene vergadering van vrijdag. Gisteren Waasland-Beveren, dat wordt dan donderdag uitgesproken of ze in de kalender moeten opgenomen worden. Als ik doorga, hebben we meer dan een half uur nodig om alle hindernissen te omzeilen. Want ja, als dan vrijdag zou beslist worden dat ze bij hun standpunt blijven in de Pro League, dan komt volgende week nieuwe rechtszaken. Van Waasland-Beveren waarschijnlijk. Dan ook nog een keer van de winnaar van die promotiefinale. Die vindt dat ze te kort tijd hebben om de competitiestart voor te bereiden als 1A-ploeg. Ga zo maar door. Er zijn echt heel veel problemen die op korte termijn nog moeten opgelost worden. Ja, vooral die korte termijn is belangrijk wat je zegt, denk ik, Mark. Want het moet snel gaan beginnen. En het ziet er echt zo slecht uit. Ik vrees dat die competitiestart gewoon onmogelijk is op dit moment. Om die echt deftig te laten doorgaan. Hè? Want we zitten ook niet in één bubbel. Hè, zoals in heel wat andere sporten wel gebeurt. We gaan moeten rondreizen door het land. Dat vraagt om problemen, lijkt mij gewoon. Als leek natuurlijk. Ja, dat is waar. En dan opschuiven. Het enige voordeel zou kunnen zijn voor die kalender te maken en de problemen van de Pro League. Als de competitiestart wordt uitgesteld, laat ons zeggen naar 1 september, ik zeg maar iets, dan hebben ze wel een maand tijd om eventueel alle gerechtelijke zaken, procedures, ja, op te lossen. Dat daar uitspraken over zijn gebeurd. Want ja, voorlopig zitten we nog altijd te wachten op uitspraken die kunnen beslissend zijn. Als je die start van de competitie maar... Dat geeft dan weer nieuwe problemen. Die clubs die maar blijven geen voetbal spelen, nog een keer een maand uitstel. Dan zitten we in september al van halverwege maart zonder voetbal, die clubs. Ja, ik vrees dat dit een heel seizoen, een heel kalenderjaar 2020, maar ook nog een keer het seizoen 2021, dat een seizoen vol problemen zal blijven. Ja, ze hebben aan langs de andere kant wel al meerdere maanden gehad om het op te lossen en om beslissingen te nemen. Maar misschien dat een maand respijt goed kan doen. Een andere vraag, maakt Antwerpen überhaupt kans tegen Club Brugge? Ik denk het niet.
Of ja, in sport, weten we allemaal, heb je altijd wel één kans als je een wedstrijd speelt. Mm-hmm. Maar meer, als je vraagt op 10, één kans op 10. Meer heb ik ze niet. Ze zijn toch gehandicapt. Ik heb de wedstrijd gezien tegen Lyon van Antwerpen. Donderdag was dat zeker. Waar dat die jonge Kroaat in doel moet staan. Ja, dat is een jongen die totaal geen ervaring heeft. Die wordt daar voor de leeuwen gegooid in de bekerfinale, wetende wat er allemaal op het spel staat. Die verdediging zonder Aslanagic en Hoed is ja, onthoofd. Daar spelen nu Sek en die Pius. Ja, dat is problematisch. Middenveld hebben ze alleen nog Haroun. Maar die heeft ook blessureleed achter de rug. Dus, ja, Antwerpen is niet wat het was. Ze hebben een nieuwe trainer die op een andere manier wil gaan spelen. Maar ik denk dat hij toch verdedigend gaat spelen. Want dat hij geen keuze heeft. Het is niet zijn stijl, man. Nee, maar ik heb een interview gedaan met Refailov die voor de krant, die zaterdag zal verschijnen. En die liet al zo verstaan van... kijk, het komende jaar gaat Antwerpen wel problemen proberen om mee te doen met de grote, met aanvallend voetbal. Maar die bekerfinale is één wedstrijd. En gezien wat ik net kom te zeggen, onthoofd de ploeg. Voor één keer willen ze winnen met ook lelijk voetbal als het moet. Mm-hmm. Dus daar gaat, denk ik, Leko toe gedwongen worden. Tegen zijn natuur weliswaar. En dan hebben ze misschien ja, zo lang mogelijk de nul houden. Je weet maar nooit dat een doelpuntje uit de lucht valt. Maar dat is één kans op 10. Meer heb ik ze niet. Ja, ze hebben zelfs Lamke Alzee teruggehaald voor die bekerfinale. Ja, ja wel, dat is wel een stunt. Maar wij hebben allemaal, ja, Lamke Alzee, en die heeft inderdaad in die wedstrijd als de club versloeg wel een belangrijke rol gespeeld. Maar dat zie ik geen tweede keer gebeuren. En nogmaals, het verdedigende compartiment zonder Bolat en zijn centrale duo voor hem... Is niet wat het is, of dat kan niet zijn wat het was vorig jaar onder Beleuning. Ja. Ja. Antwerp haalde al onder andere Nil de Pauw en Birger Verstaten. Zijn ze nu ook al versterkt? Nee, echt niet. Nee, ik denk dat Luciano D'Onofrio echt nog een stuk of vijf moet halen. Het was al vorig jaar, moesten ze eigenlijk al versterkt worden voorin. Dus dat is nu nog niet gebeurd. Intussen is die verdediging een belangrijk duo vertrokken. Dus daar moeten ze nog... Ze hebben wel al een paar doelmannen gehaald. Buté en die Iraniërs, oké. Maar Antwerpen heeft nog... Of Donofrio heeft echt nog veel werk aan de winkel. Wil hij echt gaan challengen met club en met Gent... Dan zal hij nog een keer op de voordeur van zijn voorzitter moeten kloppen om nog een extra injectie in die spelersgroep te doen. En dan moet je ze 6 maanden tijd geven om zich aan te passen aan Leko en Leko aan Antwerpen. En dan kunnen ze misschien klaar zijn tegen de play-offs. Maar veel werk op de planken voor Antwerpen. Ik las Brecht de Jageren en wie was het nog? Pieter Gerkens. Als er twee namen die mogelijk naar Antwerpen zouden komen, vind jij dat twee namen die daarbij passen? Bij de ploeg en bij de speelstijl van Leko? Ja, ik denk het wel. Maar dat zijn zeer nuttige spelers. En voor de kern inderdaad, als je dat van afweegt tegenover Miralas en de Voer die vertrokken zijn, dan zijn dat dan twee jongens die wat jonger zijn, die wat fitter zijn. Maar die nog niet, zeg maar, à la de Voer en Miralas, oké, die hebben bij Antwerpen misschien ook niet gebracht wat we verwachten. Maar die hebben nog niet dat internationaal niveau gehaald of getoond, op een uitzondering na, om Antwerpen, zeg maar, een concurrent van club te maken. Je moet echt spelers halen die op internationaal niveau, want dat is club echt, die Antwerpen extra kwaliteit brengt. Dat zouden zeer, zeer nuttige spelers zijn, maar die twee spelers gaat Antwerpen geen kampioen maken. Ik las dat David niet ging vertrekken bij A-Gent. Stel je voor dat hij blijft, dat kan misschien door corona. Is Gent dan de grootste uitdaging van Club Brugge? Ik denk het wel. Sowieso. Of hij blijft of niet. Het zou een goede zaak zijn als hij kan blijven. Maar dan moet hij wel in zijn hoofd dat ook aanvaarden. En dat is niet makkelijk.
eenmaal dat een speler in zijn hoofd heeft gestoken van oké, ik ben klaar voor een vertrek, of dat nu naar Duitsland, Frankrijk of Engeland is, dan is dat moeilijk om die knop terug te draaien. Dus ik denk dat voor Gent heel belangrijk is om in het hoofd te kruipen van David en natuurlijk zijn makelaar die daar zijn invloed op heeft. En als ze in een gesprek of kunnen aanvoelen van oké, hij is nog klaar om een jaar bij Gent te blijven en Champions League te spelen. Ze moeten nog twee voorrondes te spelen. Daar kan je eventueel een deal maken van oké, lukt het of lukt het niet. Als een kampioen of die voorrondes kunnen overleven, wat zeer moeilijk is, dan is het voor David denk ik makkelijker om te blijven. Redt hij het niet met die voorrondes en is er dan een interessante deal te maken, ja, laat hem dan gaan. Dan zou ik denken van, je hebt dan twee onthoogelingen, hè. Je hebt een gemiste transfer, je speelt ook geen Champions League. Dan wordt dat misschien echt wel te veel. Maar sowieso, blijven of niet, Gent is de challenger. Als hij vertrekt, David, dan moet Jacques Vertasse, moeten ze daarop hopen, na een jaar blessure, dat hij weer zeg maar, ontploft. En voor de rest is Gent goed. Achterin hebben ze wat versterkingen bij gehad op de flanken met Nouriou en Botaka. Dus ja, en de voorzitter is zeer ambitieus. Dus we moeten hopen dat ze hun belofte van de strijd aan te gaan met club wel een beetje nakomen. Want anders zitten we misschien in een verhaal van jaren Club Brugge kampioen. Ja. Dennis, ziet jij het gebeuren? Want ik zie de clubs waar David genoemd wordt, zijn nu wel net de clubs. Niet de top. Dus die zitten misschien in financiële problemen. Dus die gaan het misschien wel liever een jaar de kat uit de boom kijken. Ja, wat Mark zegt is heel belangrijk, denk ik ook. Hè. Als een speler weg wil, zeker als hij zoveel potentieel heeft als Jonathan David en als hij weet van oké, er is een ploeg die 25 miljoen voor mij wil betalen. Ik denk dat dat een te harde last gaat zijn voor die groep. Je gaat dat voelen in die spelersgroep. Dat is iemand die niet met plezier gaat willen blijven. En stel je voor wat Mark net zegt, ze moeten die voorrondes van de Champions League overleven. Stel je voor dat dat niet lukt, je speelt niet in het kampioenenbal, dan gaat David daar nog ongelukkiger rondlopen. En dan heb je een half jaar gewoon miserie met een speler. En dat is gedoemd om te mislukken dan. Dus ik denk als Gent slim is dat ze hem verkopen en dat ze met dat geld dan iets goeds doen. Lijkt mij de beste optie voor beide partijen. Gaat Tau het scoringsprobleem van Anderlecht oplossen? Want ik heb de wedstrijd tegen Nantes gezien en die had nog dubbel zo lang mogen duren. Er ging wel niet gescoord worden. Tau niet, nee. Nee, dat is een leuke speler. Leuk van naar te kijken. Maar dat is geen jongen die fantastische statistieken gaat op tafel leggen. Nee, daar moeten ze echt... Als je dat afweegt ten opzichte van David bijvoorbeeld, van zodra dat David eigenlijk als invaller zijn kans kreeg, begon hij te scoren of assist te geven. Ja, je hebt daarbij, en je hebt dat een beetje of je hebt dat niet. Je kan dat altijd wel verbeteren en aan werken. Maar Tau gaat nooit een goalgetter worden. Dus nee. Dus daar hebben ze echt iemand nodig. Ja, Colassin. Maar je kan niet alle gewicht van die aanval op Colassin. Die liet een goede indruk op die korte tijd. Je moet iemand vinden die een klein beetje, ja, wat men zegt, blindelings scoort. Roef. Ik heb mijn twijfels. Niet alleen over zijn kwaliteit, maar ook over zijn fitheid. Maar ja, de vraag is, heeft Anderlecht geld om iemand te halen die belangrijkste positie in een ploeg eigenlijk moet waarmaken. Hè? Dus dat is, voor de rest geloof ik wel dat ze na een jaar aanpassen aan dat systeem en de filosofie van Company, dat ze zeker beter gaan starten. Alleen heb je wel iemand nodig om dat te vertalen in cijfers en resultaten. En de voorbereiding is al een beetje weer hetzelfde verhaal. Ik hoorde het van Kronbrugge zeggen in een interview, en andere jongens ook nog. Ja, tot de laatste 20, 30 meter ging het goed. Ja. En dat is al een jaar het probleem, denk ik. Ja, absoluut, ja. Dus, maar goed, ik denk wel dat ze daar... ook wel van ingezien hebben van we moeten iets proberen, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Je vraagt ook, Mark, hebben ze geld? Nou, we weten nu blijkbaar dat er niet veel geld is. En natuurlijk, er gaat ook nog een heel groot deel van dat geld naar Adrien Trebel, die daar nog rondloopt, die ze dan nu gaan uitspelen.
Dat is een groot probleem. Je hebt iemand die zoveel geld verdient en waar je gewoon niet van afgeraakt. En dat weegt volgens mij ook op die ploeg, hoor. En dan tonen ze nog een foto zo in de krant dat Bayat op die wedstrijd zit. Was tegen Knokkenzee of andere... Tegen Nant. Tegen Nant, ja. Met Rebel naast hem. Ik bedoel, in principe is het de achtergesloten deuren, denk ik, of zo, meestal. En dan zit meneer Bayat daar gezellig nog een beetje. Eigenlijk is dit toch een slag in het gezicht van Anderlecht. Iedereen weet dat Anderlecht van die Trebel af wil. Veel te zwaar contract. Die blijft gewoon lekker zitten. En meneer Bayat, die dat goed geregeld heeft voor zijn speler, maar ja, die zit daar met alle eer van de wereld. Ja, dat is storend. Ja, dat vind ik echt raar. Het is misschien zelfs geen slag in het gezicht van alleen Anderlecht, maar gewoon van iedereen. Van de fans, van de voetbalbond, van iedereen die hem beschuldigt van allerlei zaken. Hij gaat daar zitten alsof hij de basis van het voetbal. Ja, maar goed, hij is nog altijd... die uitspraken moeten nog komen. Maar er waren toch momenten waarop dat gezegd werd. We gaan niet meer werken met Bayat als we hem niet nodig hebben. Ja, blijkbaar hebben ze hem nog altijd nodig. En inderdaad, het is storend voor de hele voetbalwereld dat soort mensen een aanzien hebben die ja, veel mensen tegen de borst stoot. Ja. Ik ga er een paar kijkersvragen bij halen. Pipo Inzaghi, the one and only, spreekt blijkbaar Nederlands, vraagt, is het nu de grijze of de grieze? Die vraag hoor ik nu sinds 83, dus dat is ongeveer 37 jaar. Ik heb altijd gezegd, het maakt me niet zoveel uit. Het is een ypsilon, dus in principe is het de grieze. Maar hier in West-Vlaanderen zeggen we ja, de grijze of de grieze. Laat maar komen. Maakt niet uit. Zo gemakkelijk, Mark. Zo gemakkelijk. Ja, ik val daar niet over, omdat ja, ik weet... Ja, het is raar soms om de grieze te zeggen. De grijze ja, lijkt wel makkelijk, maar ja, het is een ypsilon. Dus ik veronderstel, jullie zijn taalkundigen, dat een ypsilon als een de grieze moet uitgesproken worden. Of niet, Dennis? Ja, Mark, dus jij bent de enigste taalkundige. Deze vraag naar Guus. Mark praat tegen iemand bij wie dat ze mijn achternaam spreken ze altijd verkeerd uit. Hè. Dus als je dat leest, niemand weet hoe je daaraan moet beginnen. Sayed is het juiste hoe je het zegt. Maar ja, ik heb al duizenden andere opties gehoord, hoor. Ja, maar dan laat je toch ook gaan. Dus na een tijd wel. Pipo Inzaghi maar zeggen wat hij wil. Oké. Jelle Tak had een vraag van u geweten. Wie uw favoriete jonge speler is dit moment? Dat is een moeilijke. Jawel, nationaal vond ik David echt voor een jongen van een teenager geweldig. Ik moet zeggen, ja, nu de laatste tijd ben ik toch wel serieus onder de indruk van Greenwood, Man United. 18 jaar, ik geloof dat hij in oktober 19 wordt. Ook in zijn eerste jaar doorbraak. Meteen scoren met twee voeten. Geweldige aanname van de balbehandeling. Deze week nog gezien in de laatste wedstrijd op Leicester. Dat wordt echt een topper. Daar ben ik van overtuigd. Als je in je eerste seizoen zo'n uitstraling hebt, ook en meteen goede cijfers, ja, Greenwood. En wat je ook zegt, Mark, Greenwood, niet alleen die cijfers, maar als je naar kijkt, het is ook gewoon een ongelooflijk mooie speler om te zien. Wat ik vroeger met Thierry Henry had als jong gastje, hele mooie spits om over het veld te zien lopen. Wel, met Greenwood heb ik datzelfde gevoel eigenlijk. Het is een puur esthetisch een prachtige speler. Ja. En ja, Thierry Henry moest het dan ook nog vaak hebben van zijn snelheid. En tot nu toe, Greenwood is denk ik niet uitermate explosief. Maar het is vooral zijn lichaam. En ja, hij is niet traag, hoor. Ik zal hem twijfelen. Ik ben een grote fan. ja, maar bijvoorbeeld Fernandes is trager dan Greenwood. Hè, maar die handelt dan sneller. Hè, dan ziet het sneller. Maar ik wil maar zeggen, Greenwood zal toch in de sprint het verschil niet maken. Het is echt met zijn balbehandeling. En nogmaals, ja, twee voeten.
hij maakte er eentje een paar weken terug met zijn rechter. Op, was het tegen Aston Villa misschien? Was een serieuze streep. Bijna vanuit stilstand. Topper. Eén woording. Maar het is de eerste keer dat ik de vergelijking met Thierry Henry hoor. Ik vergelijk meer dan met dikke Ronaldo, om het disrespectvol te zeggen. Misschien eerder in zijn laatste jaar, want ik zie, hij krijgt de bal en op een of andere manier maakt hij een halve meter ruimte, zelfs met drie verdedigers nog voor hem. Maakt niet uit langs welke kant. Een kanonskogel. Maar dikke Ronaldo was echt een negen. Hè. Was echt, ja, maar, zo, en, ja, maar later is zijn carrière... En die was wel heel... Die was wel heel snel, hè? Dikke Ronaldo, voor blessures. En toen hij als 17-jarige doorbrak bij PSV, en zijn eerste seizoenen ook, dat was een raket. Hè? Toen was hij nog niet zo dik, hoor. Nee. Ik heb het ook over iets later. Maar zou Greenwood niet in de loop van zijn carrière naar een 9 evolueren? Greenwood? Denk het niet. Ik denk echt dat hij zo vanaf de flanken, niet helemaal aan de buitenkant, maar dicht bij het centrum, maar niet zozeer met zijn rug naar doel. Als negen moet je ook nog wel een keer, je kunt wel vaak diep gaan, maar je moet ook wel een keer als aanspeelpunt fungeren. En oké, tegenwoordig wordt dat ook wel een beetje moderner ingevuld, die negen. Je ziet eigenlijk, Mertens is daar het mooiste voorbeeld van. Maar we hebben zelfs Kevin De Bruyne op Real Madrid als een negen zien spelen. Tactische variaties van trainers, dat we niet meer moeten denken, een 9 is een target man, maar toch, er zijn toch, als je spreekt over 40, 50 wedstrijden op een seizoen, dan zijn er toch nog wedstrijden genoeg dat je, en Benzema bijvoorbeeld, ook met zijn rug naar doel, dat is echt een 9. En ja, je weet hem dan nooit, dat kan. Hè. Ronaldo, de jongere Ronaldo, die heeft eigenlijk ook eerst aan de flank doorbraak gemaakt. Heeft ook al in de spits gespeeld. Dus ik denk dat Greenwood zoveel talent heeft dat hij eigenlijk voorin wel alle posities had kunnen bezetten. Ja. In de Premier League, de vier grote ploegen gaan naar de Champions League. Chelsea heeft zich al zwaar versterkt in de transferperiode. United is na de lockdown, denk ik, de beste ploeg. Het zal niet veel schelen. Kunnen zij volgend seizoen meedoen voor de titel? Krijgen we een strijd met vier? Ik hoop het. Zoals je zegt, de transfers van Chelsea laten uitschijnen. Ze hebben verleden jaar geen mogen doen, dus dat ze weer ambitieus zijn. En United, ik zou zeggen, eindelijk. Dan denk ik inderdaad Liverpool 2 jaar na elkaar, 97 en 99 punten, dat is, kan je dat 3 jaar na elkaar, ik mag hopen dat die twee inderdaad wat dichterbij komen bij City en Liverpool en dat we weer echt de andere, de Arsenals en de Tottenhams, die hebben toch nog veel werk om die afstand kleiner te maken. We mogen niet vergeten, ik denk 3 jaar geleden was het verschil tussen City, dus toen City in 18 zeker kampioen werd, was het verschil tussen City en Liverpool, ik denk 25 punten. En dan heeft Liverpool verleden jaar 97 gehaald op 1 punt. Ik wil maar zeggen, 20, 25 punten op een seizoen, dat is mogelijk. De twee, Chelsea en United, hebben zeker laten zien dat ze minstens een paar bijschavingen, United met Fernandes heb ik al gezegd, en voorin Chelsea met de jongens die ze al gehaald hebben, die gaan dichterbij komen. En Liverpool en City, denk ik, kunnen niet ieder jaar tussen de 95 en de 100 punten blijven halen. Dat moet terug naar 90. Weet je wat gevoel ik ook had bij Man United de laatste jaren? Was het altijd United speelt, dan keek je er eigenlijk met een beetje tegenzin naar, omdat je gewoon... Ja, het was geen leuk voetbal meer om te zien. De laatste maanden is dat helemaal veranderd. Sinds Bruno Fernandes er eigenlijk is toegekomen en een beetje zijn rol begon te vinden in die ploeg. United speelde, je zag dat we kunnen kijken naar een match van United en het was weer met plezier dat je die match opzette. Dat gevoel had ik toch tenminste. Alleen, ben nog niet helemaal overtuigd van de verdediging. Ze hebben wel wat kritiek gekregen, De Gea en Maguire. Oké, aan zich... maar met Lindelöf denk ik ook soms
Dat is dan nog een vraagteken. Als je echt het hele seizoen wil dominant voetbal brengen, dan gaan ze toch af en toe een keer tegen de lamp lopen met die mannen. Dus daar zou ik toch ook nog wel proberen zeker één topper binnen te halen. En vervang je De Gea door Henderson? Zou je dat al aandurven als je United bent? Ik ben Henderson, ik weet dat niet. Ik heb niet het hele seizoen van United gezien. Maar om nu De Gea helemaal aan de kant te schuiven, ik weet het niet. Als Henderson komt, ja, dan moet De Gea weggaan. Maar dat zie ik nog niet direct gebeuren, eerlijk gezegd. Ik denk dat Solskjaer ook nog wel een beetje de filosofie van Ferguson niet te snel opgeven. En vertrouwen blijven geven en dan eenmaal dat hij terug in de flow is. Wat was hij? 4 of 5 keer beste keeper van de Premier League? 5 keer, hè? Dus ja, goed, oké. Okay. Er zijn te veel fouten gebeurd, dat is een feit. Maar misschien kunnen zij achterhalen waar dan de oplossing zit. Dat moet blijken, maar Henderson voor De Gea, ik denk niet dat het probleem helemaal gaat oplossen. Ja, op PlaySports zei Schmeichel dat het was omdat Man United nu veel aanvallender speelt. Heeft dat er iets mee te maken, denk je? Omdat hij vroeger zat in een schietkraam, kreeg hij meer de kans om zich te bewijzen. Nu 2-3 ballen in een match, als je er al 1 binnenlaat, is dat een slechte match? Ja, dat was 1 reden. Hij gaf ook nog een reden dat de Engelsen een beetje te kritisch zijn, omdat Henderson is een Engelsman en dan kiezen ze daarvoor. Maar dat feit van dat hij inderdaad nu minder ballen heeft te verwerken, dat hij zich meer moet focussen, ja, dat is zo bij de meeste topclubs. En dan word je beoordeeld vaak op 3, 4 of 5 ballen. En daar mag eigenlijk niet zo vaak fout bij zitten. Dus, maar goed, ik zou De Gea nog niet afschrijven. Ja, ik denk ook niet dat er veel topclubs op dit moment wachten of op zoek zijn naar een doelman. Misschien Chelsea wel natuurlijk, maar zo'n contract. Ik denk dat je er niet vanaf geraakt zelfs en dat je hem dan liever nog een jaar houdt om er toch nog iets uit te krijgen. Bij Chelsea vind ik ook straf, hè, dat je de laatste speeldag, dat je Kepa gewoon uit de ploeg zet. Oké, Frank Lampard heeft het daar niet voor, dat weten we intussen wel. Maar eens ondermijn je het vertrouwen van je jonge keeper helemaal. En wat je net zegt, Mark, bij De Gea, wat tijd geven. Ik zou dat bij de Kepa ook gedaan hebben. Die gast heeft kwaliteiten. Hij is een jonge keeper. Maar in een half seizoen hebben ze die in Engeland gewoon compleet afgeschoten. Ja, dat is waar. Maar was er ook niet een keer los van het sportief een conflict geweest? Met Sarri toen, hè? In de League Cup zeker? Dat hij niet wou vervangen worden? Ja, dat hij zich niet wou laten vervangen, ja. Goed, ja. Hij dacht, hij is helemaal gek. Moet je een beetje opgefrist worden. Dat, maar dat zat in mijn hoofd inderdaad. En dan heeft hij een paar wedstrijden, een tijdje aan de kant. Het was Caballero die toen moest spelen. Maar dat helpt natuurlijk niet. Maar daar ben ik... Ja, misschien dat Lampert hem wel al opgegeven heeft. Maar de Engelsen zijn... Die zijn ook altijd van het idee... een keeper van 35 is niet te oud. Hoe ouder je wordt als keeper en een jonge gast vertrouwen geven, dat doen ze niet vaak. Dus en dan moeten ze uit Chelsea zijn. Ja, hoeveel hebben ze betaald? 80 miljoen of zo voor Kepa. En die jongen is 3,24. Dus ze moeten ervan uitgaan dat hij de komende jaren nog beter gaat worden. En dan moet je dat ook niet opgeven, lijkt me. Ik denk dat hij de duurste keeper ooit nog altijd is. De duurste ooit. Hebben we een nieuwe trend gelanceerd dit weekend? Spelers die zich insmeren met babyolie om ongrijpbaar te zijn. Heb je het verhaal gehoord, Mark? Ik heb het ook niet gehoord. Dus Adama Traoré, heeft zich laten insmeren aan zijn armen en zo met babyolie, zodat ze minder gemakkelijk kunnen grijpen en dat soort dingen. Het is die van Wolverhampton toch, die Traoré? Ja. Maar goed, volgens mij moet hij geen babyolie aandoen. Met zijn body gaat hij overal door. Ik zag een actie waar die twee man dribbelden. Ze hingen er met twee aan. Hij was niet tegen te houden. Dus. Maar dit gaat geen trend worden. Nee, moet je niet zo te maken. Oké, oef. Wel heel goed gevonden, moet ik zeggen. En vooral straf dat net Traoré is dat het dan doet eigenlijk. Die gast is sowieso al ongrijpbaar, dus maak het nog wat moeilijker, man.
Misschien het zou typisch zijn als we binnen een week te weten komen dat het eigenlijk een reclame-stunt was. Hey, maar, het zou wel top zijn. Voor meer Premier League verwijs ik jullie donderdag naar Kick and Rush. In Italië is Juventus voor de 9e keer kampioen geworden. Ja, het begint als een herhaling van een niet geschrapte FC de Kampioenen aflevering te lijken. Het is het Belgisch basket, hè? Het is Oostende. Oostende is 9 keer op rij kampioen geworden. Wel, Juventus doet het in Italië. Het ding is, in het Belgisch basket zijn er 10 ploegen. En is het verschil tussen de laatste en de nummer 1 financieel, ja, dat is maar 10 het budget. Maar echt, het zijn al lage budget in het basket, dus dat is nog een groter verschil. In de Serie A, ik begrijp dat niet, dat één ploeg zo blijft domineren. Het is nu niet dat die andere ploegen zo'n krabbers zijn, hè? Nee, zeker niet. Maar goed, je hebt het in Duitsland ook. Hè. Bayern, ja, is, wat is het ook, 7 of 8 keer nu? Ja, zoiets, laten we zeggen, bijna 10, 8 of 9 keer. PSG in Frankrijk, ook 1 keer Monaco ertussen, maar voor de rest altijd PSG. Ik denk dat we daar moeten gaan kijken naar de grote clubs die die nieuwe competitie willen vormen in 2024. Die willen de grote competities, de topclubs bij elkaar krijgen, meer wedstrijden, Juventus, Real, Juventus City, Juventus weet ik veel, om los te komen van die Italiaanse competitie. Dat komt er in 2024, er komt een derde Europese competitie bij. En dan, Juve wil die Champions League winnen. Maar dat zal van de jaar waarschijnlijk ook niet lukken. Maar ze krijgen wel dan meer, zeg maar, wereldwijd en grotere budgetten, nog meer exposure als ze een Europese competitie van de grote clubs kunnen creëren. Hè. En ik denk dat het ook vooral Juventus is die daarachter zit. En hopen dat Inter en Milan effectief gewoon die stap vooruit blijven zetten, denk je. Dat is ook niet onbelangrijk, hè? Want die ploegen, die zeker Inter is goed aan het investeren. Leuke transfers gedaan, ook al voor volgend seizoen. Dat is wel een ploeg die Juve toch een beetje zou moeten kunnen bedreigen. Ja, en inderdaad, hopelijk ook Milan. We zitten al zo lang op Man United te wachten, Europees gezien. Ook Milan, hè, toch volgens mij ook 7 keer de Champions League gewonnen. Die al na Berlusconi, wat is dat allemaal? Dat is een flopverhaal. Daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd, ondanks een goede reeks nu van Milan. Of die echt die lijn kunnen doortrekken. Ik weet niet hoe dat de middelen zijn daar. Of ze nu met Zlatan en met Salemakers, of dat allemaal helpt om volgend jaar Juventus geen kampioen te maken. Dat betwijfel ik nog sterk. Maar goed, inderdaad, de Italiaanse competitie is wat mij betreft ook wel weer wat aantrekkelijker geworden. Hè. Er worden wat aanvallender gespeeld dan in mijn tijd in de jaren 90. Toen was het echt de sterkste competitie, maar dat was op andere leest geschoold. Meer controle en meer defensief sterk. En doping? Doping, ja. Wordt toch gezegd, ja. Goed, ze zijn daar ook voor veroordeeld. Hè. Voilà. Viali en co. En dat ging ineens waren die Traoris allemaal. en daar moesten wij dan Europa League finales van spelen. Hè. In 90 hebben wij verloren van Viali en Mancini. Als je dan zag hoe dat die mannen zich ontwikkelden. En dat was niet alleen door in de fitness te zitten. Maar goed, nee, er wordt in Italië toch wel weer attractiever voetbal. Ze hebben beseft van je kan niet alleen maar op basis van organisatie en defensief voetbal competities helemaal domineren. Je kunt wel trofeeën winnen. Hè, dat heeft Mourinho en zo gedaan. Wordt moeilijker. Atletico doet dat nog voornamelijk. Maar Italië en Napels hebben we zien evolueren de laatste jaren met aantrekkelijk voetbal. Maar volgens mij, ja goed, zolang dat Ronaldo nog doorgaat bij Juve, zal die titel wel blijven komen. Ja, Ronaldo trouwens, ik vond dat hij geen goed seizoen had, of dat gevoel levert toch bij mij. Hij heeft nog 4 doelpunten nodig in 2 matchen om het all-time record van Juventus in 1 seizoen Serie A-doelpunten te kloppen van 25-26. Van ene Hirzer. Ja, inderdaad. 2 matchen wel. Ja, dat wordt moeilijk. Maar goed, hij had er dit weekend tegen Sampdoria een paar meer kunnen hebben. En als de tegenstander eigenlijk ook niet meer
ja, zeg maar op scherp staat, dan, en hij gaat er alles aan voordoen, dan kan je zeker van zijn. Om dat record te breken, dat is nu nog een doel op zich. Maar ik denk dat het niet gaat lukken. Maar zegt het niet alles eigenlijk over hoe groot en hoe geweldig Ronaldo eigenlijk is als speler? Sam zegt net, van ja, naar mijn gevoel had hij een minder seizoen. Ik denk dat heel veel mensen dat gevoel hadden. Dit is niet de Ronaldo van bij Real. En dan zit hij toch weer op zijn dode gemak eigenlijk aan 30 doelpunten in de Serie A. Echt gewoon met de vingers in zijn neus. Ja, dat is... Allee, Messi en Ronaldo... We hebben al een paar keer, denk ik, gezegd de laatste jaren, het is ietsje minder. Maar als je de cijfers en de statistieken gaat bekijken, en dat nu al 15 jaar lang, dat is omdat zij die lat zo hoog gelegd hebben. Een quizje, weten jullie het jaar waar dat Messi op een kalenderjaar het meeste doelpunten in heeft gemaakt? Hoeveel dat het er waren? 58. Nee? Het was zeker in de 50. Dus van januari tot december, hè? Dat was dus mis. Ja, het was geen idee hoeveel het gaat er belachelijk veel zijn. Hè? 92. En 12. Dus ja, dan krijg je wel de ballon door natuurlijk. Ja, maar wat je zegt is belangrijk, hè, Mark. Ze, doordat ze zo fantastisch zijn geweest al die jaren en dat ze elk jaar opnieuw gewoon voor die prestaties zorgen, ja, wordt dat gewoon als vanzelfsprekend beschouwd. Terwijl we eigenlijk allemaal onze polletjes mogen kussen en moeten beseffen dat we heel dankbaar mogen zijn dat we Messi en Ronaldo zoveel jaren live hebben kunnen zien spelen. Maar het is ook ongezien dat ze zo lang blijven doorgaan. En dat maakt het nog indrukwekkender gewoon. Dat ze vooral al die jaren lang dat constante niveau blijven aanhalen. Dat is iets wat we van heel veel vroegere toppers niet gezien hebben. Die hebben 5, 6, 7 topjaren gehad. En dan was het een fantastische carrière. En deze gasten, wat je zegt, Mark, die gaan al minstens 15 jaar mee. En die blijven gewoon doorgaan. Ronaldo, wat is hij? Is er 35? Dus dat is niet evident, hè? Hij wil tot 40, dus dat is oké. Okay. Dan kan hij nog een paar autootjes en huisjes kopen. Ja, het zal hem ook wel lukken waarschijnlijk. Ja, Dennis, je zegt net, we moeten onze polletjes kussen, dat we Messi en Cristiano hebben. Waar we ook onze polletjes voor moeten kussen, zijn de Belgen. Ja. De Bruyne, die even een statement maakt van dat hij wel de beste speler in de Premier League is op dit moment. En Lukaku, zijn productiefste seizoen ooit. Klopt een record van 70 jaar, 15 uitgoals in de Serie A. Ja, in Italië zijn ze er helemaal wild van. Ja, maar Lukaku lijkt mij ook helemaal te passen nu bij Inter en bij het voetbal in Italië. Het lijkt hem veel beter te passen dan als je hem zag bij United. Hij liep daar 2 jaar miserabel rond. Hè? En nu bij Inter, als je hem ziet spelen, je ziet ook gewoon weer... Je ziet dat hij gelukkiger is, enkel alleen al aan zijn lichaamstaal, vind ik. Ja, De Bruyne, Courtois niet vergeten, hè, die toch ook een belangrijke rol heeft gespeeld in de titel voor Real na de corona. En dat is wel een mooi duel volgende week, als dat doorgaat. Ik denk het wel, City-Real, de terugwedstrijd. Dat is toch iets om naar uit te kijken. En Lukaku, ik moet zeggen, geweldig seizoen. Maar ik heb dat al een keer gezegd, denk ik. Ik hoop dat ik hier een prijs wint. Een titel of een beker of weet ik veel wat, of een Europees kampioen of wereldkampioen met onze Rode Duivels. Voor iemand die zoveel doelpunten maakt, en ik weet wel, ja, een spits wordt daarop beoordeeld, maar ja, we vergelijken dan met anderen die ook in die positie en ook veel doelpunten maken, maar die spelen dan wel in een kampioenenploeg. Zeg maar iets, Lewandowski. Die zou misschien dit jaar, en wordt niet uitgereikt, de Ballon d'Or, maar misschien zou die wel krijgen. 51 doelpunten of zo. Maar die heeft ook een ploeg die kampioen speelt en dat staat dan op zijn palmarès. En nu zijn we bezig over Lukaku en inderdaad, die statistieken zijn geweldig. Hij maakt een fantastisch doelpunt, voetbaltechnisch gezien in de laatste wedstrijd. Alleen zijn palmarès, want uiteindelijk ja, moet je ook een keer als ploeg of als speler kunnen zeggen, ja, ik heb toch mijn ploeg kampioen gemaakt. Ik ben een kampioenmaker. We zeiden dat ook van Zlatan. Ik geloof dat hij, ik denk 11 jaar na elkaar, iedere keer 11 seizoenen, denk ik, kampioen is gespeeld. Hij ging van Ajax naar Juve. Juventus. Inter. AC. PSG. Dus ja, oké. Dus... Ik denk 11 keer. Je kunt zeggen, ja, tegen Lukaku kies u, want was er ook geen interesse dat hij naar Juve kon gaan vorige zomer? Ik denk het wel. Ja. Kijk, ja, dat is dan jammer.
En oké, hij zal wel zeggen, die connectie met Conte en heeft mij aangetrokken en heeft mij ook veel voldoening gegeven. Maar ja, als die daar bij Juventus, ben ik zeker, is die topscorer. Ik denk dat als Lukaku dit seizoen bij Juve speelt, heeft hij er 35 en is hij kampioen. In plaats van bij Inter. En zoiets, ik gun hem dat. Is het niet mooier als hij nu Inter misschien volgend seizoen naar de titel brengt dan bij Juve tekenen, bij PSG tekenen, bij clubs waar hij inderdaad wel de titel gaat pakken? Maar hij is nu wel de man bij Inter, hè? Ja, maar goed, dan moet hij ze volgend jaar kampioen maken, hè? Ja, voilà. Zeg Mark, denk je trouwens... Challenge. Het is de druk die jij legt, dus Sam. Die leg ik. Nee, hij moet. Ja. Mark, denk je trouwens dat... Is het dan mislukt of niet? Ja, hij is waarschijnlijk nog altijd 16 jaar, dus hij heeft nog heel veel tijd. Sam begon over De Bruyne daarnet, en Mark. Niet verkozen tot speler van het jaar door de Engelse journalisten. Als Liverpool nu 3 of 4 jaar geleden al eens een keer kampioen was geworden, dat het geen 30 jaar had geduurd, denk je dan dat ze nog altijd voor Henderson hadden gekozen? Want volgens mij heeft dat echt wel een rol gespeeld, gewoon omdat het 30 jaar geleden was voor Liverpool. Ja, zeker. Zeker heeft dat meegespeeld. En daar ook wel een beetje nationalisme. Het is een Engelsman, de schrijvende pers... Heeft een goede zaak gedaan, denk ik, voor in de coronatijd om de clubs minder te, of de spelers minder te laten verdienen. Heeft daar zeker punten bij gescoord. We zullen zien nu bij de verkiezing door de spelers. Ik denk dat daar de spelers minder rekening met dat soort dingen gaan houden. En dat ze daar, ik denk toch dat De Bruyne het gaat halen. En wat je zegt, die 30 jaar geen kampioen, ja, dat speelt ook wel mee. Maar de spelers moeten kiezen wie individueel de beste was. En dit is een individuele trofee. Vorig jaar was met Van Dijk, de winnaar bij Liverpool, die waren ook geen kampioen. Dus je hoeft geen kampioen te spelen om toch de beste speler te kunnen zijn. En daarom denk ik dat de spelers wel aangevoeld hebben dat seizoen van De Bruyne toch uitzonderlijk is. Het wordt voor Kevin De Bruyne echt wel moeilijk om nog beter te doen dan dit jaar. Dat is onmogelijk. En ik denk dat als je ziet, Rashford wordt derde. Dus dat wil zeggen dat ze echt gekeken hebben naar wat een speler naast het veld ook gedaan heeft. En ik denk, zoals Mark zegt, dat de spelers daar, die zijn daar veel minder mee bezig in een verkiezing voor de beste voetballer. Goed, Mark. Stel voor dat we eruit gaan met nog een laatste kijkersvraag. Tim van Herk, die wil graag weten, wie kan het beste golven? Jij of Wesley? Ik krijg dikwijls die vraag, dus blijkbaar. Wesley is het meeste gebrand om te zeggen dat hij de beste is. Ik denk ook, ik weet nu niet, onze handicaps liggen zeer dicht bij elkaar. Okay. Ik denk dat hij iets beter is. Ik ben handicap 7 en een beetje en hij denk ik 6 en een beetje. Dus in principe, op papier is hij de beste. Cool. Maar het is niet altijd de beste die je wedstrijd wint. Dus Antwerp wint de beker. Als ik tegen Wesley speel, heb ik meer kansen. Ik zou mezelf tegen Wesley 3 of 4 kansen op 10 geven. Dus Wesley is wel favoriet. Hij is jonger, hij is fitter, hij slaat verder. Ik denk dat ik mentaal iets sterker ben. Goed, Mark, dikke merci dat we mochten skypen. Je bent altijd welkom ook in de studio als we uit deze tweede golf zijn, zou ik zeggen. En Dennis, zijn jij een goede golfer? Ik heb een paar keer zo'n start to golf gedaan, zo'n initiaties gedaan en... Vorig jaar met een vriend van mij dat ik in Amerika was voor het veldrijden. Kost daar niks. Een paar keer lessen met hem eigenlijk gevolgd. En dat is plezant, maar ik ben er niet goed in. Maar dat is wel heel tof om te doen. Ja, uw gast van deze week in X & O's, die kan wel golfen. die kan dat wel. Thomas Pieters, de beste Belgische golfer ooit. Ja, Nicola Koolstaerts kan je zeggen, maar Thomas Pieters, gigantische NBA-fan, blijkbaar opgegroeid als basketter, heeft gebasket, Chicago Bulls-fan, heeft in Chicago gestudeerd, dus heeft Derrick Rose in zijn absolute prime zien spelen. Tof een babbel. Wat 1 jaar was de prime van Derrick Rose, maar... Net 2 jaar eigenlijk. Het is in de playoffs geblesseerd geraakt. Hè? Dus okay. 2 jaar was hem echt absolute top. We hebben er toch 4 jaar van kunnen genieten. Oké. Dat was tof. X&O's te beluisteren op de X&O's kanalen. Ja. Straks ook nog te bekijken op de Friends of Sports kanalen. Tevreden van uw vervanging bij Evert? Ik weet het niet goed eigenlijk. Het was veel druk. Ik kreeg vorige week het verwijt, wou ik zeggen niet, maar de commentaar dat ik cynischer moest zijn. Ik weet niet of dat helemaal gelukt is. Ik was een beetje te enthousiast, denk ik. Het is zomer, hè. Ondanks de lockdown of wat het ook is. Maar Evert Winkelmans vervangen is gewoon een onmogelijke opdracht, hè.
Dat lijkt mij ook. Volgende week is hij terug. Hij is verloofd, dus misschien moeten we iets van een cadeautje voorzien. Voilà. Of met de kijkers of luisteraars een suggestie inzenden van wat we hem kunnen geven. Oeh, die verlovingsfoto in dat mooi wielerpakje gewoon in het groot uitprinten. Is een grote kader van in zijn huis. Ja, voilà. Goed. Aan de kijkers of luisteraars, tot volgende week.